Ik heb respect voor oude mensen. En ik geloof dat wij lang niet weten hoe het is om oud te worden allemaal. En dat we altijd niet zo goed zijn voor onze bejaarden. Dus ik wil ook de goeie vanavond niet voor de schenen schoppen. Maar ik wil toch één ding gezegd hebben. Ik sta nu 10 jaar op het podium. Ik heb al 10 jaar mensen in de zaal. En niet voor het een of het ander. Maar je hebt er ook een stelletje oude, verzuurde, zagrijnige tyfusbejaarden bij. Oh. Ik zit vorig jaar in lijn 7, de tram, Rotterdam-Blaak, Centraal Station. Zit een oude vrouw naast me, kop als een landkaart, koeperroze wangen, maakt me niet uit. Zwaar adem te halen, ik denk, ik maak een praatje met die vrouw. Ik zeg alleen maar tegen die vrouw, het is best nog warm, hè, zo in de tram. Toen mijn man zo oud was als u, had hij gewoon werk overdag. Nou ja, klaar ben je. Echt waar. Schiet mij maar in een kapotje, ik kan daar niet tegen. Nee, ik meen het serieus. Nogmaals, ik heb respect voor oude mensen, maar je hebt er ook mensen bij. Nou, die hebben echt niet begrepen. Vorig jaar zit ik met oud en nieuw naar een soort hoogtepunten te kijken van De Wereld Draait Door. De Wereld Draait Door, die heeft altijd zo'n leuk item, hebben die, hè? Met De TV Draait Door. Van die fragmenten dat mensen dingen zeggen dat je denkt, hoor ik dat nou goed? Ik weet niet wie het gezien heeft, dat fragment. Het is al 100 keer herhaald. Maar over oude mensen gesproken die het niet hebben begrepen. Staat een oude man uit Rotterdam Charloes. Die man had al 35 jaar blijkbaar een dagboek bijgehouden van het weer. Ja, heb je het gezien? Ja? Zal ik het vertellen? Lijkt me leuker voor de rest van de avond. Ja. Ja, nee. Nee, schat, niet voor het een of het ander, maar schrijf zelf een show. Die man... Die man zegt in die camera... Ja, meneer, ik zeg vanochtend nog tegen mijn dochter... Ik zeg Tamar... Hoe lang heeft papa nou een dagboek bijgehouden van het weer? 35 jaar lang, meneer. Is nog nooit ene journalist naar mij benieuwd geweest. Niemand in Nederland die mij kent. En dan wil ik niet lullig doen, hoor. Maar denk ik toch bij mijn eigen, hè, die Anne Frank. Hoe lang heeft die nou eigenlijk helemaal zitten schrijven? 2 jaar hooguit in de kast, die wereldberoemd. Leg mij het maar uit. Nou, eerlijk, leg mij het maar uit. Maar, nou hoorde ik pas, nou ja, dat zul je dan ook weten. Diezelfde man, dat hoorde ik van Matthijs van Nieuwkerk, want die ken ik lekker heel erg goed. Hoorde ik, diezelfde man is gearresteerd een paar maanden geleden in Amsterdam. Omdat hij, ja, knettergek natuurlijk, gaat verder niet om. Zijn vouwfiets had gepakt, hier op Centraal Station in de trein was gestapt naar Amsterdam. Is die vent op zijn vouwfiets langs het Anne Frankhuis gaan fietsen heen en weer? Heeft hij aan al die toeristen die in de rij stonden te wachten en die andere mensen om daar naar binnen te gaan, vanaf die fiets geroepen? Ze is er niet, hoor. Nee, die kijkt wel uit. Die is lekker binnen. Nou ja, eerlijk. En die heeft een ruig leven geleid. Oh, ik wil het netjes houden vanavond. En niet in detail trainen, maar... meer ballen tegen zijn kin gehad dan Edwin van der Sar. Echt waar. Echt? Ja.